Hallo, ik wil je laten weten dat je niet alleen bent. Nee, want ik liep ook tegen bepaalde struggles aan een hele tijd geleden. Ik liep ook tegen een hele hoop valkuilen van mijn hoogsensitiviteit aan. De overprikkeling, de constante malemol, het niet los kunnen laten van de dingen. En frustratie en vermoeidheid door de overprikkeling. Nu, ik kan u zeggen, het kan ook anders. Ik voel nu ja, hoeveel lichter ik de dingen kan ervaren. En hoe ik in mijn kracht mag staan en hier andere mensen ook nog eens mee kan helpen. Zoals Sarah. Ik ben echt trots op ja, de transformatie die ze doorlopen is doorheen ons traject samen. Ik kende Sarah nu al langer en ik wist al dat het een geweldige persoonlijkheid was. Met een heel warm hart. Maar ze verstopte zichzelf en ze kroop telkens terug in haar schulp, waardoor dat het moeilijk werd om in haar kracht te staan en om in zichzelf te geloven. Nu, ik kan u beloven, de dame die nu voor u staat, de Sarah, waarin ze zich getransformeerd heeft, ja, dat is er eentje om u tegen te zeggen. Die staat daar stevig in haar schoenen, ze gelooft in zichzelf en nu durft ze zichzelf in de wereld te gaan zetten. Om haar eigen dromen na te leven. Hoe mooi is dat? Ik ben alleszins bijzonder trots op haar. Ze heeft dat enorm goed gedaan. En ik ben er zeker van dat zij en haar omgeving daar nu de vruchten van plukken. Dus misschien ben jij ook hoogsensitief en heb je daar wel hinder bij, net zoals Sarah en ik dat eerst ook hadden. Wel, dan ben ik in ieder geval bereid om tijd voor u vrij te maken voor een vrijblijvend gesprek. En dan kunnen we gaan kijken wat misschien voor u de transformatie kan zijn en tegen welke valkuilen jij aanloopt. Ik stel voor dat je op de link die hierbij staat klikt om een afspraak te maken. En dan gaan we samen aan de slag en kijken of ik voor u iets kan betekenen.